Uitstekend. De zomer voorbij, de herfst gaat zoetjes aan beginnen en we gaan beginnen met een nieuwe reeks programma's genaamd Contactcafé. En onze eerste gast in de nieuwe reeks moet ik zeggen, Benk Jansen. Benk, van harte welkom. Leuk dat jij onze gast bent. Maar een mooie, gewoon de simpelste vraag die ik kan stellen, denk ik, is: wie is Benk Jansen? Ja, Benk Jansen is een Beekendonkenaar, geboren en getogen. Ik ben in 1951 bij de Beekse Brug, daar waar nu het nieuwe Japanse restaurant zit. Daar had mijn opa vroeger een café. Ja, ja. Dus ik stam toch wel een klein beetje uit het kasteleinsgeslacht. En zal wel een van de redenen zijn dat het potje bier altijd nog heel lekker smaakt. Kijk. En daar heb ik gewoond tot 54. Toen zijn we naar de Smalleweg verhuisd. Daar heb ik 25 jaar gewoond. En daarna ben ik, zoals iedereen als hij oud genoeg is om uit te zwermen, ben ik in Lelystraat gaan wonen in zo'n drive-in woning. Daar heb ik met heel veel plezier gewoond. En toen zijn we eigenlijk een beetje aan het zwerven gegaan vanwege mijn beroep. En toen heb ik een tijdje in Zeeland gezeten. Daarna in 94 weer terug in Beekendonk. En vanaf 94 woon ik in de Nieuwstraat. Ja. En nog met volle teugen genieten in de Nieuwstraat vandaag de dag nog. Ja, zeker weten. Ja, ja, mooi. Hey, even terug naar jou, zeg maar Paukes, het Verenigd, het nieuwe Chinese restaurant. 3 jaar gewoond, jouw opa kastelein. Een mooi café, ik kan er nog iets van herinneren? Of, Ja, ik kan me eigenlijk wel herinneren. Het was ook echt mijn lievelingsopa, want die, behalve dat hij dan een café had, had hij achter een gigantische grote boomgaard. En als kind, maar dat was net als met de kleuterschool, ik ben naar de rand nog in diezelfde kleuterschool in de Pater Vogelstraat geweest. En denk, wat is dat toch klein? Dat was vroeger beleefde als veel groter. Dat was ook in die boomgaard. Er waren allemaal van die appels en perenbomen. Maar als kind keek er daar echt hoog tegenop. Maar het stelde eigenlijk niet zoveel voor. Maar door de grootte en de diversiteit, want hij had van alles, van rode bessen tot appels, peren, noem het allemaal maar op. En dan mochten wij dus regelmatig mee die tuin in. En had hij achter had hij daar een gigantisch groot aantal bijenkorven staan. En daar was ik ook helemaal onder de indruk. Want dan ging hij, had hij zo'n grote hoed had hij op met zo'n gaas ervoor. Een dikke grote pijp erin, hè, om de bijen weg te houden. En ik ben toen wel een paar keer gestoken. Dat vond ik minder leuk. Ja. Tranen betuiten. Ja. Hoort er allemaal bij, toch? Hè? Hoort er allemaal bij. Hey Benk, en dan een smalle weg, hè, zeg je? Ja. Veel jaren gewoond. De school bijvoorbeeld. Waar heb je dan de school? De lagere school? Jonge school? Ja, ik heb... even nadenken hoor. De eerste klas van de lagere school, dat was het de Canisius. Dat is tegenover de tapperij, hè. Dat is de basisschool. Ja. En wonder wel, toen ik naar de tweede klas ging, toen ben ik er over moeten huizen naar het Heuvelplein. Waar die, onder de Lindenboom. Ja, ja. Er stond toen een oude, het oude gemeentehuis, zeg maar. Hè? Ja, naast het oude gemeentehuis stond toen een jongenschool. En dat was Mr. van Balkom. Die was pas onderwijzer en die had daar de tweede klas. Kijk. En vanaf de derde ben ik weer teruggegaan naar de Canisius school. Ja. Tot en met klas 6 natuurlijk, want ja, vroeger was het 1 tot en met 6. Ja. En toen ben ik vanuit de lagere school, wou ik eigenlijk aanvankelijk, maar dat is eigenlijk nog een heel verhaal, maar om dat een klein beetje kort te houden. Ik zat naast een leerling en die was 15 jaar, ik zal de naam maar niet noemen, maar die was dus 3 keer blijven zitten en die was entertainer. Nou, ja. Echt ongelooflijk. En dus met gevolg dat ik niet al te goed opletten in de klas, met het gevolg dat ik van de hoofdonderwijzer toen het advies kreeg van ambachtsschool. Hè, en nou ja. Van mijn vader, dus die was ook als timmerman en naar de rand aannemer. En mijn twee broers waren ook timmerman, dus ik denk, ik ga ook maar naar de ambachtsschool. Ja. Toen had ik achteraf gezien het geluk dat ik te jong was voor de ambachtsschool, 2 maanden te jong. En dan werd ik naar de VGLO gestuurd, voortgezet lager onderwijs. En ik ben daar als een raket. Dat was ook in Gemert, toch? Dat was ook in Gemert, bij Piet den Bok. Oh ja, die ken ik.
Ja, ken je die nog? Ja, ja, ja. En daar was dan weer een broer van Jan de Bok. Dat was een directeur van de Mulo. Ja, die ken ik ook. Nou, ik zat binnen de kortste keren zat ik in klas C. Dat was dan waar de slimste leerlingen zaten. Dus ik schoot als een raket omhoog. En toen hij halverwege het jaar vroeg, waar ga jij straks doen als je hier van de VGLOR bent? Ik zei, naar de ambachtsschool. En toen zei hij zo met grote ogen, jij naar de ambachtsschool, zit hij. Jij moet minstens naar de Mulo. Jan de Bok. Ja, de tegenover. Zal ook wel. Maar ziet hij, en dan daarna zit hij, dan ga ik naar de tekenacademie. Want ik kon vrij aardig tot goed tekenen. Ja. Heb ik nog een tijdje zitten twijfelen van, doe ik dat wel? Doe ik, ja. Uiteindelijk ben ik dus naar de ULO, Mulo heet dat. Ja. En daar heb ik een jaar over mogen slaan. Dus in plaats van 4 jaar heb ik er 3 jaar over gedaan. Dus er zat blijkbaar toch wel iets meer onder die lampenkap. Ja. En toen wou ik onderwijzer worden. Heb ik toelatingsexamen gedaan op de kweekschool, leerde toen nog in Eindhoven. Samen met 4 andere leerlingen, onder andere Piet Aarts, die zullen ook nog wel kennen. Ja, Pieter. Ja. Die is naar de rand hier nog adjunct-directeur geweest op de Raagte. En toen ben ik tijdens de toelatingsexamen, er waren zoveel aanmeldingen. Ik ben uitgeloot. Die andere 4 die waren ingeloot. Ik had de pech dat ik uitgeloot was. Dus ja, wat nou, hè? Ja. Omdat ik ook nogal een fervent sportliefhebber was, dacht ik van, een andere carrière, sportleraar. Dus ik geïnformeerd. Sittard, Sios, moest ik 18 jaar zijn om toegelaten te worden. Ik was pas 16. Ja. Toen dacht ik, ja, wat nou? Dus toen heb ik, weet je wat ik doe? Ik ga nog maar een tijdje doorleren. En dan met mijn 18e naar het Sios ben ik op Knippenberg College terechtgekomen in Helmond. HBS heette dat toen nog. En daar ben ik dus ook in 69 geslaagd. Maar in die 2 jaar dat ik op de HBS zat, ben ik wel zo gigantisch veranderd. Het ene feestje en noem maar op. Maar had het toen nog tijd om na te denken, Benk, waar jouw toekomst zou zijn? Nou, toen... ik weet nog wel dat ik toen in die 2 jaar Knippenberg op een gegeven moment dus helemaal een andere richting gevoelde. Ja, die sporten, allemaal wel leuk, maar toen ben ik dus na de Knippenberg ben ik naar MO Handenarbeid gegaan. En toen ben ik ook op een gegeven moment vrijwilliger geworden in Beekendonk bij onder andere Hiep Hoi Kindervakantiewerk. En daar vond ik allemaal zo ontzettend leuk. En toen dacht ik van, is misschien wel leuk om iets in die ring. Toen ben ik naar de jeugdleidersopleiding gegaan in Sittard. En tegelijkertijd, er was een deeltijdopleiding. Dus maandag, dinsdags naar Sittard, naar de school. En toen kon dus in die rest van die week, kon ik hier bij de toenmalige Stichting Samenlevingsbouw, kon ik daar mijn praktijkervaringen opdoen. Ja. En dus daar ben ik het jeugd- en jongerenwerk ingerold. Kijk. Man, verhalen in een keer, zo in een paar minuten tijd. Hè? Ja, hè? En gewoon, je pakt gewoon in een paar minuten tijd, pakt je gewoon zeg maar 20, 22 jaar van het leven bij elkaar even. Ja. Maar dat is een studieleven, toch? Ja. Zeg maar. Hé, even dit, sportman zeg jij, gevoetbald? Gevoetbald, ik ben met mijn 10, 11 jaar ben ik eerst op de lagere school, op het schoolpleintje en bij het wijkgebouw. Als de school uit was, schoolkleren uit, voetbalkloffie aan en voetballen elke dag. Zomers in het zwembad, wij zwommen niet, wij voetbalden daar op het gazon. Daar had niet iedereen evenveel plezier in. Als iedere keer die ballen op zonnebadende mensen terecht kwam. Maar goed, toen ben ik uiteraard bij voetbalvereniging Sparta terechtgekomen. En daar ben ik begonnen in B2 of 3 en 2 wedstrijden aan de hand stond ik al in B1. Dus daar ging ook wel... Dus ook bijzondere kwaliteiten weer, zonder Erik? Ja, maar, ja. Of ontdekten ze jou daar ook? Zo'n beetje. Het feit dat je dus al direct naar B1... Ik speelde toen met Adje Vaassen en al die Henk Kuipers stond er toen nog in. Ja, de grote mannen van later. De grote mannen van later. Ja. En toen ben ik de later de A. Begon ik weer in A1, heette dat toen. En vrij snel daaraan stond ik in topklasse, heette dat toen nog. Ja, ja. Dus en toen ben ik, ik was toen al vrij fanatiek, dus flink trainen. En toen ben ik ook een tijdje in de A-selectie geweest,
Sparta 2 heb ik een paar seizoenen gespeeld. Maar toen ging ik op een gegeven moment, dat is in die tijd geweest dat Sparta landskampioen werd. In 72. Rond 72 is dat geweest. Maar toen, wat ik net al zei, toen ik die jeugdleidersopleidingen ging doen en naar die opleiding moest, ja, kon ik nog maar één keer in de week trainen. En dat was voor mij op dat moment het kantelpunt van, toen ben ik dus afgezakt naar die, eerst naar 3, toen naar 4. En, nou ja, dus, maar het bleef belangrijk. Toch gewoon een leuke hobby. Nog steeds ontzettend leuke hobby. Ja, voetbalde nog? Ik voetbal nog steeds in de zaal. Ja. Geen competitie meer, maar ik heb aanvankelijk op donderdag nog wel competitie gespeeld tot bij FC Avondrood. En daarna voelde ik toch wel van, ik loop nou tegen de 70 aan, dus het ging toch wel steeds moeizamer. Ik heb de laatste jaren meer gecoacht als gevoetbald. Maar ik heb nou sinds afgelopen seizoen een clubje gevonden in Gemert. Kijk. Leeftijdsgenoten? Ja, meer leeftijdsgenoten. Ja, want tegenwoordig is bijvoorbeeld walking voetbal, kennen we? Ja, maar daar heb ik een hekel aan. Ja, nee, prima, dat kan best, hè. Maar... Ja, daar ben ik nog te fit voor, ja, laat ik het zo zeggen. Hé, hey, nou, ik ken jou natuurlijk al jaren. De voordelen heb ik dan, hè. En ik ken ook jouw zaalvoetbalcarrière vooral, maar ook nog een stukje Sparta, hè. Een van de oprichters van het damesvoetbal. Ja, ik ben toen inderdaad zelf toen begonnen en na een paar weken toen is Benny Beers erbij gekomen. En daarna is jouw broer Jan is erbij gekomen. Die was toen trainer van een jeugdteam en die trainde toen op de Otterweg. En wij zijn hier in de burgemeester van de Weidelaan begonnen bij het daglicht in juli. Maar op een gegeven moment werd het te donker en moesten wij onder de lantaarnpalen. Op het Rembrandtpleintje hebben we toen nog een tijdje getraind. En van daaruit zijn we naar de Otterweg gegaan. Waar toen het ook een trainingsveld van Sparta was. En toen zijn we op diezelfde avond zijn we toen weggestuurd. Maar toen, dat was al het eerste contact. Want toen was Jan daar aan het trainen. Van Jan, vind ik het goed als we achter de goal, nou met een klein beetje licht, dat we daar onze trainingen kunnen doen. En daar praat ik dus ook over begin jaren 70. Ja. Ja. Hey, en als je dan ziet wat vrouwenvoetbal vandaag de dag doet, Benk, hè? Natuurlijk, met Nederlands helftal. Hoppakee, hè? Dat kennen eigenlijk toch wel een beetje de grondlegger, jij, damesvoetbal. Ja, het is wel heel mooi om eraan terug te denken. Want in het begin werd het voetbal, ook in Beekendonk, werd niet echt geaccepteerd. Nee. En we hebben toen zelfs nog een schorsing, voorwaardelijke schorsing, op onze nek gehaald. Wegens, ik weet niet meer precies hoe ze het omschreven, maar in ieder geval, dat was dan voorwaardelijk. Maar als je dan zoveel jaren later terugkijkt van het is maar goed dat we toen hebben doorgezet. Ja. En ik zeg niet dat wij dat ze aan ons te danken hebben dat er nou een Nederlands elftal en noem maar op. Maar het ontstond wel, toch? En het bestaat nog steeds. Ja. En ook hier bij Sparta en gaan ze maar door. Dus. Gelukkig wel, hè? Ja. Hoort er allemaal bij, hè, toch? Hey, we gaan eens even kijken naar jouw poppenspelletje. Hè? Want dit is niet onherbiedig bedoeld, spelletje. Maar gewoon aan de hand van jouw studie zat jij langs een 15-jarige jongeman. Die vol inspiratie zat om lol te trappen, denk ik. Heb je daar iets van meegekregen om te zeggen van, nou, ik heb dit en dat gestudeerd. Ik heb me 2 dagen werken, 2 dagen school, 3 dagen werken. En vervolgens op een moment begint voor jou kriskras, zeg maar even, denk ik. Ja, of hoe is dat begonnen eigenlijk? Ja, het is eigenlijk ook door die jongen, die gaf woensdagmiddags, gaf die poppenkastvoorstellingen in het gangetje tussen 2 huizen in. Daar had hij een deken gespannen. En daar ging de vrolijke humor en zo ging daar verder. En dat was dus een van de prikkels, waar ik me nog kan herinneren. En daarnaast een poppenkastspeler die ook bij het oude raadhuis, daar hadden ze een afdakje. Ja, ja. En die is daar ook een keer met zijn bakfietsje een poppenkastvoorstelling. En daar was ik ook helemaal onder de indruk. En een ander belangrijk punt was, toen ik vrijwilliger werd bij Hiep Hooi, toen vroeg de toenmalige leiding van, hebben jullie ideeën als het slecht weer is om 300 of 350 kinderen bezig te houden? En toen 2 vrienden van mij en ik, dus met z'n drieën, hadden toen het idee, we gaan een poppenkast spel in elkaar zetten. En zo is het eigenlijk van start. Dus je hebt thuis aan timmeren gegaan en zo, om... Een poppenkast en een verhaal. Het theater. En hoe komt er dan inspiratie in zo'n verhaal? Want je moet een verhaal hebben, denk ik. Nou, en het was ook tevens de eerste grote leerles van pas op waar je
in een verhaal stopt voor jonge kinderen. Ja, want? Nou, ik zal vertellen, die ene, dat was Arno van de Kerkhof. Die had een verhaal bedacht, gebaseerd op het stuk De Barbier van Sevilla. Dat kende denk ik wel. Ja, ja, ja. Daar had hij van gemaakt, De Oortjesknipper van Sevilla. Oh. Dus wij voeren 's middags een spel op en er werd ook echt met een schaar, werden er in die poppenkast en de oortjes geknipt. Maar dat is daarna, aan het eind van de middag, toen bracht ik met een vriend van mij, die had twee kinderen van zijn zus, in handel woonde die, gingen wij wegbrengen, zaten we daar aan de koffie en op een gegeven moment, was er een van vier en een van zes, hoorden wij in een keer een hoop kabaal en een geschreeuw in de keuken. Dat was die oudste van zes, die had de schaar uit de la gehaald en die was die jongste achterna van oortjes knippen. Dus ik zeg al, dat was onze eerste grote leerles van pas op waar je in zo'n programma waar je erin doet. Want kinderen in Rusland is bijvoorbeeld ook een heel bekend voorbeeld van een beertje op de televisie kwam. En die was dol op honing. Die zat al met zijn vinger in die honingpot. In een no time was de honingconsumptie in Rusland met 80% omhoog gegaan. Want alle kinderen wilden honing eten. Ja, ja. Dus zo invloedrijk kan het zijn. Ja, ja. Dus nog een idee voor jou om bijvoorbeeld een pot Jim of Choco. God weet wat aanleiding van dit programma was er mij nog gaan benaderen. Ze gaan dadelijk bellen. Ze gaan dadelijk bellen. Ik heb dadelijk een telefoonnummer is hier te verkrijgen, dus niks mis mee. Ja, maar dan ben ik intussen 50 jaar ben ik bezig. Ja, ik ben in 1970 begonnen. Dus nou 2020. Dus dat betekent dat ik 50 jaar dit jaar bezig ben. Ja. En nog steeds met veel plezier moet ik zeggen. Kijk, dat is wel mooi. Een poppenkast, je hebt een soort theatertje, denk ik. Poppen. Hoe komt er nou een poppen? Of, want die krijgt ook allemaal een rol of zo. Jan Klaas en Katrijn, die ken ik wel, denk ik. Maar ja, je moet er toch van alles bij verzinnen? Ik heb altijd Jan Klaas en Katrijn gespeeld. Oh. Ja, dat is echt mijn ding. Daar heb ik toen een soort binding mee gekregen. En het mooiste het zou moeten zijn. Ik zat in zijn 73 en zit op die opleiding. En we hadden een creatieve week en een van de studenten die bracht drie poppenkastpoppen mee. En die waren wel zo geweldig mooi, dus ik kwam in een keer van, god, hoe kon ik aan die poppen? Hè? Die zijn van broeder, ik noem maar even financiën, want Dat weet ik niet meer. Okay. Maar die was broeder op een jongensinternaat en die had 30 jaar, had hij met die poppen gespeeld. Houtgesneden koppen, hartstikke mooi. En ik zeg, zou ik eens niet willen vragen of hij ze misschien wil verkopen? Dat doe ik, zei hij. Dan week naar de rand. Hij komt er naar hem toe. En wat heeft hij gezegd? Ja, zit hij, hij wil ze niet verkopen. Godverdomme. Ziet hij, maar ik heb veel beter nieuws, zit hij. Hij wil ze aan je schenken. Hoe? Dus een week naar de rand kreeg ik een godsgeschenk, zeg maar. Dat was een godsgeschenk. Het zou moeten zijn. Ja, ja. Want een week naar de rand kreeg ik woon ik nog in de smalle weg. Kwam in de postbode met een hele grote pak. Ik zie het nog voor me met bruin pakpapier. Van dat varkenstouwen rondomheen. Met een postzegel erop. Beuk Jansen. Ja, en er zaten niet drie poppen, maar er zaten er 12 in. Hey. Nou blijken die poppen dus. Hij had er 30 jaar al mee gespeeld. Dus die zijn minimaal 70, 75 jaar oud. En gebruik je nog? Ik gebruik ze nog steeds. Ja. Dat is wel van bijzondere kwaliteit dan. Het zijn hele mooie. Ze zijn in Duitsland gemaakt. Dat heb ik allemaal nagetrokken. Door een Duitse poppenmaker. Ik heb die Jan Klaassen pop, die heette in Duitsland die Kasperl. Die heb ik in Duitsland ook nog ooit zelfs op de televisie gezien. Hij zag er precies hetzelfde uit. En er was Atelier Kok. Die man die ik hem belde, ik heb hem gebeld. Die was toen al 81 jaar oud. En daar heb ik nog mee gesproken. En toen vroeg ik van, kunt u voor mij misschien ook nog een Katrijn maken? Want ik kennen ze in Duitsland niet. En toen vroeg hij van, wie ziet ze dan aus? Ik zeg, ja, wie eine hekse? Hè? En ik moest de maten opsturen. Maar toen vroeg ik van, hoe lang duurt dat ik hem heb? Want ik wou natuurlijk zo snel mogelijk die Katrijn hebben. En wat had hij dan gedacht? Ik zeg, ik zal het een beetje ruim nemen. 2-3 maanden. Dan begon hij te lachen. Hij zat nog anderhalf jaar vol met bestellingen. Ho. Zou ik nog anderhalf jaar moeten wachten? Het was toen al 81. Ik heb nou de rand ook niet meer teruggebeld. Want ik denk, Dat is nooit niet meer gemaakt, denk ik. Of wel? Nee, ik heb nou een andere pop. Een andere Katrijn. Die er eigenlijk een beetje te lief uitziet. Want Katrijn, Jan Klaas en Katrijn uit Amsterdam, is dan de overlevering.
Ja? Die hadden altijd ruzie met elkaar, ze zopen als ketters. En Katrijn was geen aardige vrouw. En die Katrijn die ik heb, ziet er een beetje te lief uit. Ja. Nou ja, maar ik kan me nog herinneren, in mijn jonge jaren, zal ik maar even zeggen. Als ik naar de poppenkast ging, dan zag ik Katrijn ook altijd met een hammer of met een stuk hout. Degel. Ja, precies. Ja. Dus er was eigenlijk een kring dan, zeg maar. Ja. Zo kunnen we het zeggen dan. Ja, zo kunnen we het wel zeggen. Hé, maar 12 poppen. Dus dat wil ook zeggen want als je rollen gaat schrijven of een stuk gaat schrijven waar kinderen boeit, rekening houden met, niet meer over de schaartjes en de oortjes. Ja. Hoeveel poppen gebruik je in een spel? Gemiddeld een stuk of 4, ooit 5. En ik heb ooit... Daar hebben we met z'n tweeën heb ik gespeeld. Dat was met Jan Krijnen uit Aan-de-Riksel inmiddels. Daar heb ik 13 jaar mee samen gespeeld. En daar hadden wij een verhaal. Dat waren ongeveer 7 of 8 poppen. En daar heb ik toen, want Jan is toen geëmigreerd. Ja, Nieuw-Zeeland. Naar Nieuw-Zeeland. En dat stopte dus toen. En, ja. En toen wou ik dat verhaal alleen doen. Maar ik heb op een gegeven moment gewoon moeten schiften, want dat is bijna niet om te doen. Nee. Ja, dus, maar dan stemgebruik, Benk, want 4 aparte rollen, zal ik zo zeggen. Jan-Klaas, Katrijn en dan nog 2 anderen. Dan moet je ook 4 stemgeluiden kunnen maken. Ja, dat is geen enkel probleem. Nee, nou niet meer dan 50 jaar, denk ik. Maar in de beginfase dan? In het begin, ja, kijk, zeker als je een nieuw programma hebt gemaakt, dan gaat er van alles mis. Ja, maar de witte man, alleen jij natuurlijk. Ja, daar zitten wel peentjes te zweten achter die kast. Want hoe verhaal, dat moet nog helemaal ingespeeld worden. En dan merk je op een gegeven moment van, die pop had eigenlijk, nou daarom, die moet ik op mijn linkerhand nemen. Die ligt aan rechts, een attribuut wat ergens. En toen de tijd, in de begintijd, speelden wij nog met standaard en microfoon. Tegenwoordig hebben we zo'n headsetje in. En dus als er iets valt, dan kun je gewoon naar beneden en dan gewoon doorpraten. Dus niemand heeft iets in de gaten. Maar dat was toen, dan bonkte die standaard tegen die plank aan. En dat was een beetje een rommeltje toen. Ja, wel mooi hè. Want dan vraag ik me nou af, dat je zit te vertellen. Hè? Want wij zagen alleen maar de voorkant. Hè? Dus mooi het doekje ging open. Hè? Maar wat zat er eigenlijk precies allemaal aan de achterkant? Lagen daar ook bij planken? Je hebt dus de speelplank. Dat is dan het niveau waarop de poppen dan zichtbaar zijn. Hè, waar de decorstukjes op staan. Maar het eindje onder, dat noemen ze dan de attributenplank. Hè, daar heb je dus de poppen die je op dat moment niet nodig hebt, die liggen daar dan. Maar ook attributen. Een deegrol bijvoorbeeld. Dat kan een deegrol zijn of een bel of een toeter die ik ooit in het programma gebruik. Daar staat dan allemaal klaar. Maar dan zei ik al, als het programma nog heel nieuw is, Dan had die toeter eigenlijk daar moeten staan, maar die ligt dan helemaal op een andere plaats. Ja. En je legt hem ook weer, tijdens dat je dat ding niet nodig hebt, legt hem ook weer ergens neer. Maar gaandeweg dat je dat programma vaker speelt, ik zeg 20, 30 keer spelen, dan weet ik even wat precies van, dan moet ik dat ding daar neerleggen, want ik heb dat dadelijk weer nodig, op die hand. Want dan kun je natuurlijk ook wisseling van de poppen, hè? Want je hebt er toch 2 aan de wanden. Vervolgens moet er een af en er moet een ander op. Ga dat altijd even simpel? Meestal gaat dat simpel, maar dat leerde dan op een gegeven moment, want er is geen opleiding, dat vak moet je gewoon in de praktijk leren. Ja. En toevallig, dat is even leuk om te vertellen, 2 weken geleden had ik een collega poppenspeler uit Rotterdam aan de lijn. En hadden we het ook over dat ik 50 jaar bezig was. En dan zit hij, ik ben nou 40 jaar bezig, zit hij, maar ik kreeg toen van een poppenspeelster, dat was een hele beroemde, Camilla Koevoets. Die zei tegen mij, ik wens jou heel veel goede, maar ook heel veel slechte voorstellingen toe. Oh, want? En dat was mijn vraag eigenlijk ook. Hij ziet hij maar, wat zij zei, van de slechte voorstellingen leerde het meest. Ja, dat is ook zo. In feite is dat ook zo. Maar als je een verhaal zoveel keren gespeeld hebt, en er zijn bepaalde, dat is net als met als jij een popgroep, die hebben we de zogenaamde Evergreens. Die zijn 40 jaar geleden gemaakt, maar als die ergens optreden, wil het publiek wat voor onze leeftijd is, die willen allemaal nog die oude nummers horen. Hè? Dus ik heb zelf ook een aantal programma's die ik nog steeds speel. Maar die zitten er zo ontzettend ingebakken, dat ik ook heel vaak, als het nodig is, een beetje zo een zijweggetje improviseren. Hè? Dus dat want dat blijft natuurlijk ook wel leuk om een keer van het padje af te gaan, zeg maar even.
Ja, precies. Maar er komt ooit een opmerking uit de zaal van een kind. En heb jij dat op een hele alerte, snelle, leuke opmerking. Dan denk ik, die hou ik erin. Ja. Maar die volgende voorstelling komt die opmerking uit die zaal niet. Ja. Dus daar is, maar is het ook iedere keer het spannende. Ja, dus je moet ook inspelen op het publiek dan. Ja, ja, ja. Ik heb een tegenstelling tot de zend poppenspelers. Die staan achter de kast, achter een zwart doek. Waar hun dus doorheen kunnen kijken. En het publiek wel zien. Dus ik ken op een gegeven moment ook zien als er kinderen naar voren komen. Dan spreken ze dus zogenaamd via die pop. Maar de speler heeft het zelf gezien. Ja. Maar, kunnen daar, maar ik heb... Dus dat foefje heb ik niet. Ik zit achter een plank. Dus, en ik ben puur ingesteld op... Geluid. Geluid. Dus elke opmerking... En dan hebben sommige mensen niet in de gaten. Dan komen we wel eens ooit op een school. En dan zitten die kleuterlijsters zitten dan even tijdens de voorstelling... zitten ze met elkaar zaken door te nemen. Ja. En dan zitten ze zelfs te fluisteren. Maar ik hoor elk woord wat ze zeggen. Ja. Ja. En dat leidt af. Ja. Maar dan, dat is dan ook heel minimaal. Hè? Ja, ja, ja. Kijk, bijvoorbeeld met de carnaval. Dan weet ik van tevoren al, als ik een carnavalsvoorstelling aanneem... Ja, dan weet ik van, dan komt er in een rumoerige... Ja. toestand terecht, dan moet ik niet gaan zitten zeuren van hey, ouders, houd wijn is maar rustig. Ja. Maar mijn Sinterklaasvoorstelling bijvoorbeeld, als ik dan op een bedrijf kom, dan zijn er zo grote verschillen. Er zijn ooit bedrijven, kinderen zitten dan mooi op bankjes, ouders zitten er mooi achter, het licht gaat uit, de spotjes gaan aan en alles is muisstil. Maar is dat het meest ideale dan, Bengt, dan voor jou? Muisstil? Nou, muisstil is het uitgangspunt dan. Ja, ja, ja. Maar die kinderen, het is interactief. Dus die gaan op een gegeven moment natuurlijk. Maar dan hebben ze ook volop, zowel ikzelf natuurlijk, maar ook vooral het publiek, kan genieten van de voorstelling. Nou ja. Maar ik heb ook een ander voorbeeld van dat je dan in zo'n zaal zit. En er staan allemaal van die hangtafels rondomheen. Die kinderen zitten in het midden. En die ouders die staan er lekker potjes bier te drinken, daar flink te kletsen. En die kinderen hebben niks in de gaten. Die volgen mijn spel, maar ikzelf natuurlijk. Ja. Met al die geroezemoes. Is dat niet echt ideaal. Nee. Maar je kunt daar wel intussen tijd op moet improviseren, zeg maar even, dat je toch de aandacht van de kinderen blijft houden. Die kinderen hebben er geen probleem mee. Nee, maar nee. Het is voor mij is het om te focussen, om te concentreren, is natuurlijk... Kijk, ideaal is natuurlijk het theater. Ja. Hè, ik speel nou voor het tweede jaar nou in het Speelhuis straks weer, in oktober. En, maar daar komen echt mensen... Dan merkte we gewoon, die zijn gemotiveerd om. Ze gaan nu naar een theatervoorstelling. Die zijn het ook gewend. Dus die gaan daarbij zitten. En die zijn ook helemaal betrokken. En het leuke is, als je met ouders en kinderen speelt, dan kun je af en toe ook een uitstapje naar opmerking naar de ouders maken. En dan krijg je een soort familievoorstellingen. Ja. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Dat is keileuk. Benk, en dan gebeurt er een keer iets in jouw leven, hè? Want buiten de poppenkast en ik denk kriskras door Nederland rijdt, hè? Komt er in een keer een Engelse bus door Beekendonk gereden. Dat is ook een theater voor jou. Maar hoe is dat begonnen met die bus? Ja, want ik speel inderdaad even twee mogelijkheden. Hè. Ik speel of met de Oud-Hollandse Poppenkast. Die heb ik in een vrachtwagentje zitten, dat spul. En daarnaast, dat was toen in begin jaren 90. Toen speelden wij, dus ook op die manier, maar toen hadden we zoiets van, god, het zou leuk zijn om een mobiel theater. En toen kwam ik plotseling op het idee, want een broer van mij, Hans, die ken Hans Royakkers. Ja, okay. Die organiseerde toen de tijd ieder jaar van die hele ludieke feestjes. En bij een van die feestjes had hij een boot in de kanaal. De Titanic Fiesta heette dat. En daar stond die bus, die stond er toen bij. Ja. Dat is eind jaren 80 geweest. En ik kan me nog goed herinneren, die was toen in dienst als koffie- en snackbar. En dan konden ze dus ook in het verlengde van de Titanic-gedachte, konden daar een McTannic kopen. Ja. Nou, dat was dus begin jaren 90. Toen kwam ik in een keer even recht die bus. Ik had ons een Hans gebeld en ik zeg, van wie was die bus? Ja, die was dan van Bill Pearson. En ik zeg, had hij die nog steeds? Ja, volgens mij wel. Dus ik had het telefoonnummer gekregen en ik heb Bill gebeld. En toen ik zeg, heb jij die bus nog steeds? Ja, en wat ben je ermee van plan? En ik zeg, ja, wij willen eigenlijk een mobiel poppentheater. Oh, zit hij daar? Lijkt me wel een leuk idee. Kom maar eens praten. Dus zo is dat op gang gekomen.
heb die bus, die stond al 3 jaar stil op een caravanstalling. Dus ik had ook die hele mooie geschilderde bus in gedachten. Toen die op die caravanstalling, die stond die al 3 jaar, dus met de klimop er tegenaan gegroeid. Ja, ja. Vogelnestjes erin. Ik denk, moet ik hier nog iets van maken? Maar ja. Dat is dus gelukt. Ja, ja. Creativiteit en huppakee. Ja. En in 92 hebben we hem daar bij, hij woonde toen in Helmond, hebben we daar officieel de bus in, dus een soort openingsvoorstelling gegeven voor de kinderen uit de buurt daar. En toen ben ik vanaf 92 tot 2002, dus 10 jaar, ben ik ermee naar Zeeland. Want ik heb 30 jaar Zeeland tournees gedraaid, hè, in augustus. Ook bij die bus daar naartoe. En ook... Amsterdam, Deventer, Maastricht, zelfs in Duitsland zijn we ermee naartoe gereden. Totdat hij in 2002 of 3 kwam hij niet meer door de APK-keuring. En er kwamen er zo gigantisch veel onkosten aan. Dat ik toen de kentekenplaten heb ingeleverd. En bij de RDW 25 kilometer plaat erop, dus hoefde hij niet meer APK gekeurd te worden. Maar ik sukkel dus nou met een gangetje van... Nou ja, maar je komt er, hè? Ik kom er, maar binnen de straal van 15 kilometer rondom Beekendonk verder. Oké, nee, dat is niet meer om te doen. En wat vind je het leukste, Benk? De bus of de andere manier? Het is voor beide wat te zeggen. Hm. Maar, ja, kort uitgelegd, als jij met een Oud-Hollandse podcast, dan kan zowel binnen als buiten. Maar als ik dan bijvoorbeeld op een straatfestival, of op een kermis, of wat dan ook... Als die poppenkast er staat, dan heb ik daar stoeltjes en bankjes voor staan. Dus er kan sowieso al, heb ik zitplaats voor 125 tot 150 man publiek. En met straatfestival begin ik ooit met de voorstelling met 75, 100. Maar als ik na een half uur dan achter die kast vandaan ben, ben klaar, dan is dat inmiddels aangekoekt tot 200, 300 mensen ooit. Ja. Dat is echt fenomenaal mooi. Dat is wel keileuk. Ja. Mensen komen op het geluid af, ja. Maar als ik in die bus, dat heeft intimiteit. En heel veel organisaties zeggen nog van... God, die bus, daar is wel een mooie uitstraling op ons. Ik wilde nou, ja. Zeg maar, er kunnen maar maximaal 50 mensen in. Mensen in. Dus, en zelfs als kinderen plus volwassenen... dan is het 40, nou, ja. 45, hooguit. Ik zeg, als ik dan met die voorstelling begin... dan gaan de deuren dicht... en dan is het buiten, is het stil. Ja, binnen, dolle pret. Ja. Zeg, dus het een... En als het slecht weer is, ja. Bijvoorbeeld, dan ben je blij dat je die bus hebt, want de voorstelling kan doorgaan. Ja. Ik heb een keer in Hilvarenbeek, was ik aan het spelen, alle stoeltjes en bankjes waren bezet. Op een gegeven moment begon het te regenen. Ik denk, wat krijg ik er voor het weinig respons? En ik kwam zo eens met mijn capje boven die speelplank uit. Ratata. Alle stoeltjes, alle bankjes waren hartstikke leeg. Hè? En dan stonden ze allemaal met paraplu's, stonden ze 50 meter verderop. Ja, mooi, hè? Ja. Mooi dan, hè? Zo. Hé, hey Benk, we lopen naar het eind toe. Dus als je nou terugkijkt, 50 jaar popspeler. Hoe kan het samenvatten? Mooie tijd? Ja, supermooi. Ja. Kijk, ik denk, als ik het, want er zijn ook ooit voorstellingen geweest... dat ik gezegd heb ooit van, als ik iedere dag zomaar spelen... net vandaag, hiel ik er vandaag nog mee op. En dat is niet alleen ik, maar ik heb ook collega's gesproken... die ervaring ook hebben... Maar dat is zodanig klein, dat ik zeg 80-90% is het gewoon een groot feest. Hoe lang wil ik doorgaan? Ja, ik heb altijd gezegd, zolang als ik fysiek en mentaal, hè, want als ik daar ga dementeren of het kan fysiek, kan het niet meer. Ja, dan denk ik dat op een gegeven moment dat ze toch wel moeten, of ik zelf dan moeten concluderen van nou, het is nou toch beter om te stoppen. Ja. Ja. God, Benk, een bijzonder interessant verhaal. Maar ja, mensen, we komen aan het eind van het programma. En dat is natuurlijk kei jammer, want ik denk, Benk, ja, ik zeg het bijna tegen iedereen, maar ook tegen jou. We konden wel nu doorgaan, denk ik. Hè? Ik denk het wel, want er zitten nog wel wensen. Ja. Wat, heb je nog een wens dan? Nou, kijk, ik heb straks al gezegd, ik woon al bijna 70. En je merkt ook links en rechts dat ze soms zeggen, van, het lijkt een beetje op een uitstervend beroep. Dat is bijvoorbeeld de klompenmaker en de rietvlechter en noem maar op. Ja. En... ja, de wens zou dus eigenlijk zijn om het vak zeg maar door te leren aan jongere mensen. Hmm. En dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn, maar... Dus bij deze de oproep, zeg maar even. Dus lieve mensen, als u toevallig iemand weet die Benk wil nu assisteren, denk ik, waardoor jij de nieuwe popspeler in kunt leren, zou wel mooi zijn dan, hè? Echt, toch? Dan
Nou, neem contact op met Benk. Hij fietst me regelmatig de Beek en Donk. Laat het hondje uit, dus hij is overal te zien. Chris Kraft door Nederland zelfs. En door Beek en Donk. En uiteraard ook door Beek en Donk. Benk, bedankt voor dit hele mooie gesprek over Benk Jansen en de poppenspeler Benk Jansen. En denk mede namens Jan Klaassen en Katrijn, beste mensen, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.